Goedemorgen en welkom bij thema 6, dag 2 van de leeslessen. En we beginnen met rijtjes van woorden en je mag hem voor koor doen. Dus ik lees hem voor en daarna doen we hem samen in koor. Hou, hou, houd, houd, fout, fout. Zout, zout. Stout, stout. Bouw, bouw. Mouw, mouw. Touw, touw. Trouw, trouw. Vrouw, vrouw. Je mag de video even op pauze zetten en dan ga je de rijtjes zelf nog een keer lezen. En als je daarmee klaar bent, neem even de tijd op, kijk hoe lang je erover hebt gedaan. Doe je daarna nog een keer, kijk je of je de tweede keer iets sneller bent. Zet hem maar op pauze. Goed geoefend hoor. Het doel van vandaag is dat we woorden kunnen lezen met de otje ouw ook in een zin. En je hebt al heel veel woorden gelezen nu met een otje ouw. Ik ga je de film laten zien, het letterfilmpje. En probeer zoveel mogelijk woorden te onthouden met de ouw die je hoort in het filmpje. Daar komt ie. Vandaag gaan we het hebben over de ouw. Wat heb je over je schouder? Is dat een touw? Touw en schouder zijn allebei woorden met de ouw. En wat zit er aan dat touw? Een stapeltje hout? De ouw is ook van zout. Strooi dat maar eens over het hout. Nu is het goud. En weet je iets wat van goud is? Een trouwring. Wie is die mevrouw? Zo zeg, jullie houden wel veel van elkaar. Nu gaan jullie zeker trouwen. Wat is dat nou? De ring is ineens een kous. En de otje ouw had een makkelijk klankgebaar. Ik laat hem even zien. Otje ouw? Doe hem een keer mee. Otje ouw. De ouw. Zet de video even op pauze en ga zoveel mogelijk woorden opnoemen die je hebt gehoord in het filmpje. Ik ben benieuwd. Heb je genoemd schouder en touw, hout en zout? Goud en trouwring, mevrouw, houden, trouwen, nauw en kous. Heel goed gedaan. We gaan wat woorden zingen. Doe maar mee. Touw. Touw. Houd. Hout. Zout. Zout. Nauw. Nauw. Kous. Kous. Het leesboek. En de vorige keer hebben we gelezen over Brom en Flip. En Flip verwilde zich toen een beetje. En vandaag gaat het verhaal verder. Want ik zie ook weer hier Brom en Flip. En het is een samenleesverhaal. Want ik zie dat de tekst van Brom in het wit is. En wat Flip zegt is in het blauw. Brom en Flip zitten nog steeds op hun stoelen. Nou, Flip staat er nu op. En de titel van het verhaal is
Een feest. Oh ja, Flip die wilde natuurlijk een feest gaan geven. Nou, ik ben benieuwd. Deze gaan we straks samen lezen. Maar eerst. Hadden we gisteren de zoekplaat al gedaan en had je woorden gevoeld met de au, met de potje au. Nu wil ik je vragen om samen met degene waarmee je bent een spelletje te gaan doen. Dus kijk goed op de plaat. Zoek iets waar een potje au in zit. En dat woord ga je omschrijven zonder het woord te zeggen. Dus bijvoorbeeld, deze zwemt in een kom en is oranje van kleur. Wat heb ik omschreven? Natuurlijk de goudvis hier zwemt. Dus goudvis is met een au en die heb ik omschreven. En dan moet de ander raden welk woord ik in mijn hoofd heb. Je mag de video even op pauze zetten en ga maar om de beurt woorden omschrijven met de au en woorden raden. Het rijtjesboek. Je mag hem vandaag gelijk met mij meelezen. Dus lees maar gelijk mee. Fit. Fout. Zout. Stout. Stoet. Stoel. Kou. Kous, kas, kast, kist, mist, mouw, vouw, hou, hout. Heet, kreet, greep, zeep, zee, zou, touw, bouw. Je mag de video even op pauze zetten en dan mag je de woorden zelf nog twee keer lezen. Ga je gang. Goed geoefend, dan gaan we door met de zinnen. En we zijn op zoek naar woorden met een au, met een potje au in deze zin. Ja, ik zie fout staan met een au. De volgende zin. Welk woord is met een au? Mouw. De volgende. Zag je hem ook? Ik zag hem, het is hout. De volgende zin, welk woord is met een au? Bouw. En de laatste. Rauw. Heel goed. Gaan we even de zinnen samen lezen. De zon. Nog een keer. De som is fout. De som is fout. Aan mijn trui zit een mouw. Aan mijn trui zit een mouw. De stoel is van hout. De stoel is van hout. Ik bouw een hut. Ik bouw een hut. In de klas staat een vrouw. In de klas staat een vrouw. Het leesboek. De blauwe tekst mag je meelezen hardop. En anders lees je hem mee met je vinger. De witte tekst moet je meelezen. We beginnen bij de titel. Een feest. Ik geef een nieuw
feest. Het ik bof feest. Daar word je heel blij van. Nou, ik niet. Ik hou niet van feest. Mijn huis vol volk. Dat voelt niet fijn. En het geeft ook troep. Ik hou van rust. En van een net huis. Zeur toch niet zo, Brom. Bezoek is juist leuk. Een feest is goed voor jou. En Flip zegt, het ik bof feest. Hou nou op. Een feest is geen spel. Dat zou fout zijn. Een feest viert iets. Je hebt weer gelijk, Brom, maar ik vier ook iets. Ik vier dat ik zo bof, omdat jij mijn vriend bent, omdat Poes bij ons woont. Ik vier mijn geluk. Snap je nu wat ik bedoel? Nou, doe dan maar een heel klein feest. Maar ik help niet mee. Hij wil dus een ik-bof feest geven. En boffen betekent dus dat je heel veel geluk hebt. Dus hij is heel blij met een vriend en hij is heel blij met Poes. Dus hij viert dat hij heel veel geluk heeft. Maar Brom, die houdt niet van feest, want hij wil geen volk in zijn huis. En volk, daar bedoelt hij mensen mee. Hij wil geen volk, hij wil geen mensen in zijn huis. Nu mag je de tekst samen gaan lezen met degene die bij jou is. En de blauwe tekst moet je met je vinger meelezen. En als het kan, dan lees je hem hardop ook mee. De witte tekst moet je lezen. Zet de video maar op pauze. Goed geoefend. Dan gaan we door met het woorddoelboek. En voor het woorddoelboek heb je een leeg blad nodig waar je op kan tekenen en waar je op kan schrijven. We gaan eerst de woorden samen lezen. Lees maar mee. Hout, touw, muis, zout, huis. Nog een keer. Hout, touw, muis, zout, huis. En als ik kijk naar touw, die heeft een w op het eind die ik niet hoor. Touw, ik hoor de potje au en de w moet ik straks niet vergeten op te schrijven. Nou, pak je je blad en dan ga je goed kijken naar het plaatje. Ik zie hier hout, schrijf je bovenaan hout. Zo schrijf je alle 5 de woorden op. En als je klaar bent, doe je de video weer aan. Je mag hem nu op pauze zetten. Ze allemaal opgeschreven, dan is het tijd om ze na te kijken. Kijk goed of je alle klanken goed hebt opgeschreven. En als dat niet zo is, dan verbeter je hem eventjes. Verbeteren is heel erg belangrijk. Daarna, als je klaar bent, dan lees je het woord. En dan teken je naast het woord, teken je het plaatje wat erbij hoort. Zet hem maar op pauze. Dan kijken we hem nog eventjes na. Goed gedaan. En kijk eventjes of je alle plaatjes goed hebt getekend. Heel goed, dan ben je nu klaar met je woorddoelboek. Dan gaan we het werkboek maken. Het werkboek. Je moet kiezen tussen een au en een u.
Je moet goed luisteren naar het woord. Dus bijvoorbeeld hout, hak je even. H-out. Hout. Daar hoor ik dus in het midden een au. Ga je de volgende doen? Welke klank hoor je daar? Die vul je in. De volgende bladzijde ga je zinnen maken. Mats trouwt met Fleur. En dan zet je ook een lijn naar het plaatje. Als je in de klas ook twee ster pijlopdrachten doet, mag je dat hier ook doen. Lees goed de zinnen. Hoe maak je de zin af en naar welk plaatje moet die dan? We zetten de video maar even op pauze en ga je werkboek maken. Die gaan we straks nakijken, maar we gaan eerst nog even flitsen. Doe maar mee. Zoet. Fout. Zaal. Kous. Fuut. Saus. Hout. Zout. Schaats. Vrouw. We kijken het werkboek even na. Lees maar mee. Hout met een au. Touw met een au. Stuur met een u. Fout met een au. Kous met een au. Vuur met een u. Buurt met een u. Dat is dus wijk. Zout met een au. En vrouw met een au. De volgende bladzijde ging je zinnen maken. De eerste hadden we al. Mats trouwt met Fleur. De tweede. Luc bouwt een huis. Niels trekt aan het touw. Kijk nou. Poes zit op de kast. Flip kijkt omhoog naar Poes. En Brom leest de krant. We hebben vandaag het verhaal gelezen over Brom en Flip. En Flip wil heel graag een ik-bof-feest organiseren. Ik denk dat het de volgende keer verder gaat. Ik ben benieuwd. En we hebben vandaag woorden gelezen met de ouw, de otje-ouw en ook in een zin. Heel goed gewerkt en tot de volgende keer.